Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video van mij. Ik ben Jenny en in deze video ga ik jullie mijn back to school video laten zien. Laten zien wat ik allemaal in mijn tas heb en wat ik heb gekocht en zo. Dus voor de vijfde, voor de entreeopleiding. Dus hopelijk gaan jullie deze video een beetje leuk vinden. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En ik zeg één ding, ik heb dit al vijf keer op... Nee, niet deze intro vijf keer opgenomen, maar de echt dat ik de schoolspelling ging filmen. Dat heb ik echt al vijf keer opgenomen. Als je denkt, waarom knipper je zo met je ogen? Die zon schijnt precies zo, maar zo echt zo in mijn gezicht. Dat ben ik eigenlijk echt niet gewend. Dus ik heb deze, niet de intro, maar de echt ook de spullen ging laten zien. Dat heb ik echt vijf keer opgenomen. Echt. En de vijfde, echt vier keer is het me mislukt. En de vijfde keer is het gewoon echt gelukt. Dus ja. Hopelijk gaan jullie deze video leuk vinden. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Oké. Nou. Wat zou ik gaan zeggen? Laten we gaan beginnen. Ik heb er straks gewoon gedoucht. Ik heb mijn haar nog gemaakt. Start gedaan. Ik heb net de hond uitgehaald. Ik ben net terug. Zo ziet mijn bureau er nu even een beetje uit. Dit. Dus. Dat zie je allemaal niet, joh. Als eerste, wat ik natuurlijk echt moet hebben, want anders, hoe kan ik het anders meenemen? Een tas. Hier komt, hier is nog even een filmpje. Ik heb van alles een filmpje gemaakt ook, extra. Deze tas heb dingetjes, zulke blokjes. Deze tas had ik vorig jaar ook. En hij is nog steeds heel. Dus dat. Ik heb deze. Deze dingen heb ik allemaal bij de HEMA gekocht. En de rest heb ik al een jaar, twee jaar. Dus. Niet. Ik heb één ding bij de Action gekocht. Het was in totaal €22,65. Ik ga ondertussen ook even wat drinken. Ik pak het allemaal gewoon van bovenaf. Oh ja, en de... Ik ga zeggen of ik het heb gekocht of niet heb gekocht. Deze tas. Die heb ik nu al een jaar. Dus. Dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we naar deze oortjes. Deze heb ik nieuw gekocht. We zien het nog een keer in beeld. Ik heb geen lippenstil gevoeld, maar het lijkt wel zo. Ik heb dit bij de HEMA gekocht. Ik heb natuurlijk wel oortjes, maar die hebben een hele andere ding. Ik ga hem openmaken. Ik heb helemaal nog niks opengemaakt. Ik heb één ding opengemaakt. Deze oortjes heb ik bij de HEMA gekocht. Ik weet niet of ze heel fijn zijn, maar ik denk het wel. Ik heb nog andere oortjes. Maar die hebben dus zo'n schuine, deze hebben natuurlijk zo dit. En die andere, die heb gewoon dit. Dus dat vind ik veel fijner. Dus als ik deze draai, dan wordt dat muziek heel ruizig en zo. Dus ik ga hem even uitproberen. En ja, ik eet altijd mijn oortjes soort van op, want... ze gaan bij mij altijd heel snel kapot. Oké, even testen hoor. Ik heb geen dinges dat ik het hier in kan doen. Oh ja, en deze heb trouwens dit. Dus dat vind ik ook wel fijn. Dan kan ik hem gewoon op play zetten en op pauze. Harder en zachter.
Verbranding. Dus ik doe hem erin. Kijk. Ik doe mijn handen hier, want mijn dingetje zit hier. Nou, als dit al gebeurt, dan is het al goed. We gaan gewoon even naar YouTube. Ik doe ze even in. Wel links bij links en rechts bij rechts. Moet ze niet zo heel hard zetten. Zo. Doe play. Doe ik een play. Play. Ik deed net natuurlijk zo één oortje erin, één oortje eruit. Kijk of ze het alle twee doen. Dus alleen deze dingen die werken niet. Denk ik. Tenminste, ik zie het niet. Dus, maar hij doet het. Dus als eerste. Maar ik ga het heel moeilijk in en uit, zie ik al. Dus daar ga ik wel alweer mee, ruzie mee krijgen. Het zijn gewoon witte oortjes, heel simpel. Die heb ik net, die heb ik, ik heb dit trouwens 8 augustus, 4 augustus gekocht, dus. Dan gaan we naar de volgende. Dit. Ja. Deze dingetjes, die heb ik ook nieuw gekocht. Ik weet eigenlijk alleen niet wat voor kleur dit is, want het is een zwarte T-Pex dit. Het zijn markers. Maar ik weet dus niet wat voor kleur alles is. Dus roze. Allerbeste vrienden heb ik dit ook wel. Die hebben al gezegd van dit is roze, roze. Oh, wat voor kleur is dit? Dit is volgens mij zwart. Heel of heel donkerblauw. Nou, dit is zwarte. Dit is roze. En dan gaan we naar de groene. Die is deze kleur. Een beetje groen. Dus, dan gaan we ook meteen naar die etui toe. Die heb ik al een jaar, ja die heb ik een jaar, deze etui. Gaan we eerst naar dit vakje. Hier staat op, today is your day. Hier zit in pennen, één schijf potlood. Dat gaan we even niet doen. Twee schijfpotloden, twee pennen, twee schijfpotloden. Twee gummen en een puntslijper. Dus in dit achterste vakje zit T-Pex, lijm en een schaar. En een soort van een gum. En er komen deze dingetjes dus ook in. Deze dingetjes doe ik daarin. Dus. Dus, dit zit er allemaal in mijn etui. Ik gooi het even allemaal in mijn tas hoor. Jullie willen echt niet weten wat hier allemaal ligt. Daar op mijn stoel, dat is echt niet normaal. Oké, dan gaan we natuurlijk, want... natuurlijk, ik heb een agenda op mijn telefoon. Maar ik ben nog wel eens een keer dom. Dat ik mijn telefoon laat vallen en dat die dan kapot is. Dus, een agenda. Dit. Misschien zie je het trouwens al. Ik heb een beetje een dierenthema. Jungle thema. Ik had eerst een heel leuke zulke thema. Ik ga kijken of mijn zus die heeft. Ga ik hem even laten zien. Deze is niet van mij. Deze is van mijn zus. En is een agenda. Maar die heb ik daar dus niet gezien. Ik heb dus. Ik wou dus zo'n. Ja. Printje ding. Maar ze hadden dus daar geen agenda van. Maar hier dus wel.
gesprek in staan. Nee joh. Dus, maar ik heb dus een jungle thema. Ik ga deze even terugleggen voor als ze boos op me wordt. Sorry Jess. Dus ik heb maar voor deze thema gekozen. Daar had dus wel alles van. Ik vind het een heel leuke. Ja, ik heb elk jaar, zoals jullie zien, een thema. In de eerste had ik blauw met bolletjes. Wit, blauw met bolletjes. In de tweede had ik roze. In de derde ook. In de vierde ook, denk ik. En dus in de vijfde dit. Ik ga trouwens naar de entree. Dus. Ik heb hier wel al een paar dingetjes in opgeschreven. Ik moet even dingetjes aankruisen, want we zitten alweer veel. Dus we lopen een beetje achter. Ik pak drie keer met mijn vinger. Pak drie keer met links een potlood. En ik krijg hem nog steeds niet te pakken, want ik ben rechts. Maar met links voel ik de. Ja. Kan ik dus bijna niks pakken. Op 1 augustus, 2 augustus, 3 augustus, 4 augustus, 5, 6, 7. Augustus, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 en de 16e. Het is nu de 16e, maar die kruis ik alvast aan. 16 augustus is nu. Dus. Ik heb hier wel een paar dingetjes in opgeschreven. Zoals hier heb ik dingetjes in opgeschreven. Ziekenhuis, rooster ophalen. Eerste dag stage. Wat heb ik er nog meer opgeschreven? Ik en nog iemand anders 17 op mijn verjaardag. En wat heb ik nog meer opgeschreven? Dat ik naar de diëtiste moet op deze datum. Dus deze agenda. Hier zie je hem nog even goed in beeld. Oké, dan gaan we naar de volgende. Ik weet dus echt niet wat ik moet pakken, want hier staan ook dingetjes die ik wil pakken, maar daar ook. Nou, we gaan gewoon naar de volgende. De volgende zijn potloden. Ik heb natuurlijk hier ook nog drie potloden staan, dezelfde, maar te veel potloden is beter dan niks. Ik heb er natuurlijk, neem er twee mee naar school en twee pennen. Pennen heb ik hier ook staan. Ik heb echt meer dan genoeg pennen en zo. Maar ik heb even een paar nieuwe potloden gekocht. Ik heb één set nieuwe potloden gekocht. Zit er 12 in. Dus ik moet er zo in. Oh no. Zo. Zo. Oh ja, potloden. Maar ja. Hier zien jullie het nog in beeld. Nou, dan ga ik. Ik heb natuurlijk nog dingen in mijn etui zitten. Maar dit was ik helemaal vergeten erin te doen. Een lineaal. Want ik ga naar de entreeopleiding. Dus je hebt er ook gewoon, denk ik, rekenen en zo. En dingen met lijntjes zetten. Ik vind dit best wel handig. Een lineaal, want ik kan gewoon geen normale lijnen trekken. Dus een lineaal. En ik heb dus voor deze gekozen. Anders zit hij zo lang 30 mm als ik het goed heb. Ik weet het echt niet. En ja, dit past denk ik. Dit is even een soort van etui. Die past niet in mijn etui. Dus wat doe ik? Ik rol hem, ja, soort van op. Zo past hij wel in mijn etui. Dus. Hier zien we hem nog even goed in beeld. Hij zit trouwens in de achterste vakje. Bij mijn dingen en zo. Dus. Kijk, hij past er. Prima.
in. Ik weet nog niet eens of jullie hem kunnen zien. Maar hij zit hier, dus. Ik ben helemaal klaar voor school, joh. Oké. Okay. Dan gaan we naar het volgende. Dat zijn... deze twee dingetjes. Deze dingetjes heb ik bij de Action gekocht. Deze kleine schriftjes. En nou moet ik zeggen dat ik best wel veel schriftjes heb aan de zijkant. Maar niet deze thema. Dus ik heb bij de Action... ik moest een keer wat voor mijn moeder, haar verjaardag... ging ik naar de Action om een fotolijst te halen. Ze is toch al jaren geweest. Niemand is hier in huis nu. En toen zag ik opeens dit licht. Toen dacht ik, wacht even, ik heb deze thema. Ik heb een jungle. Ja, het is een jungle thema. Dus ik neem gewoon kleine schriftjes mee. Altijd handig. Dus, het zijn er vier. Ja. Twee van deze. En twee van deze. Dus. En ik neem er dan twee mee. Twee verschillende. Deze en deze neem ik dan mee. En laat er twee van deze thuis. Dus. Dus deze twee laat ik thuis liggen. En die andere twee neem ik dan mee naar school. Dat zien we zo meteen. Ja. Nou, natuurlijk moet ik ook nog mijn naam opschrijven op die boekjes. Maar om dat nou daar zo op te schrijven, dat vind ik niet zo echt handig. Want dat vind ik ook niet echt mooi, eerlijk gezegd. Dus daarom heb ik etiketten gekocht. Dat stond serieus als eerste op mijn lijstje. Etiketten. Ja, deze etiketten. Zitten er 20 in. Achterkant dezelfde dus. Ja, dit. Hier komt nog even een goed shotje ervan. Ik laat jullie straks ook aan het einde zien hoor. Hoe, ja, alles. Nou, dan moet ik natuurlijk ook nog een grote schrift hebben. Want alleen maar die kleine schriftjes. Dus ik bij de Action, bij de Kahema, zag ik ook nog van die soort van... deze schriftjes. En dan in het groot. En dan een soort van paramour. Ja, paramour-achtig. Maar dat vond ik mooi. Dus, toen zag ik dit liggen. Met zo'n band. En dat vond ik wel handig. Want, ja, why not? Dit, er staat welkom to the jungle. Het is natuurlijk een jungle thema. Het zijn lijntjes. Ik heb geen ruitjes. Die moet ik nog even gaan kopen. Maar ik weet niet of ik dat echt ga gebruiken. Dus, dit zijn de soort van de... hoe heet dat? Ja, bijvoorbeeld. Dit is rekenen. En dan heb je natuurlijk schriftje, een paar blaadjes. Dan heb je Engels en zo. Heb je nog een paar blaadjes. Heb je... we hebben geen Duits. Zorg en welzijn. Nog een paar blaadjes. En dan bijvoorbeeld... ik heb nog meer... mensen maatschappijleer. Dus deze dingetjes. Ja, ik weet niet hoe ik dit goed moet laten zien. Het is gewoon een heel leuk schriftje, vind ik. Schriftje, schrift. En natuurlijk met deze lijntjes. Dus. Dit zijn niet mijn schoolspullen. Dus. Maar dit is wel mijn jungle thema, schoolspullen. Nou ga ik jullie een ding laten zien dat, echt, dat je er eigenlijk niet bij past. Maar waar ik er wel heel veel van heb en toch een ander thema heb gekozen. Dus ik moet natuurlijk ook insteekhoesen, maar die ga ik straks pakken. Ja, of volgende week. Volgende week begint mijn stage als eerst. Ik moet een uurtje naar school, maar volgende week begint mijn stage als eerste. En op school heb ik natuurlijk insteekhoezen en snelhechters en zo nodig. Dus ik heb hier snelhechters die ik in de tweede had, volgens mij. Ja, dit is dus een fruitthema. Volgens mij had ik dit in de tweede. Maar ik heb zoveel van deze dingen, dus ik doe dit maar gewoon in een fruitding.
Dus het is een watermeloen en dit. Dus dit, en daar heb ik er 4 van. 2 van deze en 2 van deze. Dus hop. Jullie kunnen het ook zo lekker goed zien. 2 van deze. 2 van deze en 2 van deze. Dus. Nou, dan bijvoorbeeld als ik er ziek ben of weet ik veel wat. Dan wil ik natuurlijk ook nog een toilettasje hebben. Dus, oh ja, die dingen. Die de rest heb ik net gekocht en zo. Behalve die ik net als laatste liet zien. Die heb ik echt al 2 jaar. Dus. Dan heb ik een toilettasje. Daar zit een borstel in, neusspray, paracetamol. En parfum doe ik daarin. Als ik dan bijvoorbeeld, gewoon, ik ga niet sporten en we hebben geen koken, dus we zitten alleen maar op onze kont. Dus, ja, en dan misschien doe ik er nog een paar andere dingen in. Ik weet niet wat ik allemaal in ga doen. Dus ik ga het nu even goed opruimen. Ik hoop trouwens dat dit er allemaal in past. Want mijn ding is al bijna te groot, maar we krijgen daar toch een lokker. Dus als ik op school ben die maandag, dan doe ik het gewoon al in mijn lokker en dan laat ik het daar gewoon liggen. Dat deed ik vorig jaar ook. Dus dat ga ik aankomend jaar gewoon weer doen. Ook al zit ik niet heel vaak op school. Ik zit maar 2 keer per week op school. En 3 keer per week heb ik stage. Dus dat gaan jullie allemaal zien in mijn video. Oké, ik heb eerst die hele grote schrift, die dikke schrift erin gedaan. Toen mijn snelhechters. Jullie kunnen het niet heel goed zien, maar jullie kunnen dus mijn snelhechters. En dat hele grote schrift. Dan doe ik deze dingetjes erbij, deze 2. Die zet ik er dan zo bij. Dan doe ik natuurlijk mijn agenda erbij. Want ja, zonder agenda kan je natuurlijk niet leven. Maar zonder agenda weet je ook niet wat voor afspraken of zo ik heb. Wat voor afspraken ik heb. Dus. Dan doe ik mijn etui. Trouwens, ja, dat gaan jullie allemaal zien. Dat is toch al eerder als. Ik neem wel mijn etui en mijn agenda mee naar huis. Maar de rest laat ik gewoon op school liggen. Dus zo. Zo. Wat zijn die oortjes nou trouwens? Oh ja, die liggen ergens anders. Dus dit, dat heb ik allemaal in mijn tas zitten eigenlijk. Voor de rest eigenlijk niks. Nou, niet echt in mijn tas zitten, want... natuurlijk ga ik mijn grote schrift en mijn insteekhoezen, ik wil elke keer, ja, snelhechters heet het. Mijn kleine schriftjes ga ik eruit halen. Dus ik laat alleen mijn etui erin. Mijn toilettasje en mijn agenda en dan natuurlijk mijn eten en drinken. De rest gaat er allemaal gewoon uit. Dus, dat. En die potloden laat ik ook hier. Nou, hier gaan jullie nu zien hoe ik alle dingen... Heel veel kijkplezier. Hier komen alle dingen even ook nog een keer opnieuw. Opnieuw. Oké, deze tas die ik vorig jaar ook al had. Maar hij is prima, een beetje vies. Maar maak ik dat gewoon schoon. Dan is dit een beetje wat erin zit. Dit. Allereerst natuurlijk mijn etui. Hier staat Today is your day. Nou, in dit vakje zitten allemaal pennen. Allemaal zitten 2 pennen, potloden, 2 gummen en een puntslijper. Dus. En in dit vakje zitten markers. Lijm, Tipex, lineaal en een schaar, maar die kunnen jullie niet daar.
daar, hier zo ligt ook nog een schaar. Dus. Een toilettasje. Hier zit paracetamol in. Wat is het nog meer? Een borstel, neusspray. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Oh ja, een parfum. En een beetje en deo ga ik erin doen. Nou, dan natuurlijk etiketten. Dus. Dan een agenda. Tja, dat is natuurlijk wel altijd heel handig. Ja, deze thema heb ik. Een jungle thema. Dus. Nou, dan deze twee hele leuke schriftjes. Ik heb hier nog een van en hier hierin. Ik had er twee thuis en twee voor school. Ja, dit. Dan deze twee. En dan deze grote schrift. Welcome to the jungle. Dat is gewoon lijntjes, zijn dit. Ik moet er nog één kopen met schriftjes, maar ik weet niet of met schriftjes. Ik moet er nog één kopen met ruitjes, maar ik weet natuurlijk niet of ik die echt moet hebben. Dus, dit was het. Oké, nou, dan zit natuurlijk mijn tas. Als eerste wat ik erin ga doen is deze jungle schrift. Welcome to the jungle. Jungle, ja, ik zeg dat heel verkeerd. Welcome to the jungle, jungle. Dan doe ik deze twee, deze vier snelhechters erin. Die zet ik er trouwens gewoon zo in. Dus dan ziet het er een beetje zo uit. Gewoon wel leeg. Maar al deze dingen blijven dus gewoon op school liggen. Behalve mijn agenda, mijn toilettasje en mijn etui, die neem ik wel mee. Dus het ziet er zo uit. Ze liggen hier. Dan heb ik hier dus nog een beetje ruimte. Nou, dan doe ik deze twee dingetjes erin. Die leg ik er, zo in. Dan doe ik natuurlijk mijn agenda erin. Die doe ik er ook zo in. Mijn etiketten. Die leg ik er zo in. En dan natuurlijk mijn etui, mijn toilettasje en mijn etui. Die zet ik er zo schuin in. Zo. En ik ga het jullie nu even laten zien. Dus dit staat zo. Dit staat zo. En deze dingetjes staan er zo in. Dus. Nou, dit was het wel weer. Tas dicht. Als ik hem überhaupt dicht krijg. Helemaal klaar voor school. Just come on tonight. I go on.